Met verbazing heeft de centrale bank kennis genomen van een bericht in een van de dagbladen. Als zou ze als gevolg van haar euroverkopen aan Cambio's indirect schuldig zijn aan de smokkel van euro's naar de Verenigde Staten van Amerika. Vervoer van grote geldsbedragen naar de VS wordt op geen enkele wijze gestimuleerd door de Centrale Bank van Suriname. Indien zich zaken voordoen die indruisen tegen de wet geldtransactiekantoren, dan wel de wet toezicht kredietinstellingen, zal de centrale banken niet schromen om daar tegen op te treden. De bank benadrukt dat de enige reden voor het verstrekken van euro's aan de cambio's is om de samenleving tegemoet te komen. Voor deze beschikbaarstelling geldt een rapportageplicht aan de bank. De centrale bank betreurt daarom de suggestieve berichtgeving ten zeerste en wenst dit middels deze bekendmaking recht te trekken.